Ja, we staan hier aan de jubileumeditie, de 5e editie van Swim to Fight Cancer Nijmegen. En ja, je zult misschien kijken, de achtergrond, het is niet Nijmegen. Nee, we zijn op dit moment op een andere locatie. De Spiegelwaal Nijmegen was de eerdere 4e editie. Een prachtige locatie waar wij op mochten zwemmen. Helaas, door blauwalg in de Spiegelwaal hebben we ons event korte termijn heel met korte lijntjes moeten verplaatsen. Hier naar dit waterlandgoed hier, waar we zeer wenselijk te gast zijn. Een hele groep. Zijn jullie ook een team? Ja, wij zijn team Koen & Co. Team? Koen en Co. En wat is de reden dat jullie hier graag aan mee willen doen? Spontaan bedacht. Maar we kennen allemaal wel iemand die of een kanker overleden is of kanker heeft. Of heeft gehad. Dus, maar het is spontaan gebeurd. Okay, dus dit is denk ik dan ook de eerste keer dat jullie... Ja. En we zwemmen ook nooit, dus het wordt even afwachten. De afgelopen 4 edities hebben we al meer dan 500.000 euro bij elkaar weten te zwemmen. Door de zwemmers, maar ook door de donaties vanuit sponsoren en dergelijke. Ja, en we hopen er dit jaar weer een heel mooi bedrag bovenop te zetten. Er zijn meerdere instanties waar wij het geld gaan verspreiden, maar onder andere lokaal naar het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. En het mooie is dat onze professor doctorandus Carla van Herpen, zij is een zeldzaam kankerdiagnostiek onderzoeker. En zij zwemt ook vandaag zelf mee. Dat is, hoe mooier kan het om de cirkel rond te krijgen als donatie te ontvangen, maar ook nog eens zelf donaties bij elkaar te zwemmen door mee te zwemmen aan dit prachtige evenement. Ja, dat is net zo mooi. Dan gerust richting ponton. Moet het rugnummer... of het rugnummer is, maar niet wat staan. Jullie gaan zo ook het water in. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ik zeker wel. Ik kan wel zeggen ja, maar we gaan het proberen in ieder geval. Hebben jullie een beetje voorbereid? Wij hebben geoefend, maar we hebben niet de 3 kilometer vol kunnen maken. Dus het maximale is 1900 meter wat we gezwommen hebben. Oké, en hoe was dat oefenen dan? Was het zwaar? Viel het mee? Het was op zich wel te doen. Maar ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Het was een beetje saai. Het duurt lang. Maar ik ben benieuwd of we het gaan halen. Een mooie sportieve prestatie te leveren. Iedereen heeft ook wel iemand... Nou, we gaan zo meteen om 1 uur gaat hier het startschot klinken. Dat gegeven wordt door de burgemeester van Nijmegen, Hubertus Bruls. Dat is ook eigenlijk wel bijzonder dat hij buiten de gemeente hier het start mag geven. Maar daar hebben we ook uiteraard toestemming gekregen vanuit de gemeente hier. Maar er gaan straks 281 zwemmers van start, verdeeld over meer dan 40 teams. Ja, zij gaan de komende uren dus 400, 800 meter, 1500 meter of zelfs 3 kilometer zwemmen.